Alex en ik gaan van klein naar super groot in Roblox. En wij moeten een parcours zien te halen. Ben jij er klaar voor? Nee, Alex. Wacht, Alex. Kijk eens wat ik kan. Ja. Je ziet er niet echt meer uit als jezelf. Wacht eens even, ik kan wat... wat? Niet doen. Ik koop het ook, Jesse, hè? Ik ga wat kopen. Ik kan dat ook. Nee! Ja. Alex! Wil even... Alex! Niet... Hey, Alex, waar ben je? Heb waar jij ben hem je? Ook gekocht? Hier. Boom! Oh. Dat werkt blijkbaar maar één keer. Dit was echt de grootste geldverspilling ooit. Maar we moeten groter en kleiner worden door dit parcours af te spelen. Jesse, je ziet er niet uit. Doe je eigen skin weer aan. Oké, ik heb mijn eigen skin aan. Maar dat is toch leuk? Dat is van die film. Hoe heet die film ook weer? Ik weet het niet. Ik ben er wel naartoe geweest. Met de emoties. Maar ik denk dat we hier binnen moeten komen door echt super klein te worden. Ik kunnen dus letterlijk van groot super gaan klein. Veranderen door de hele tijd heel groot te worden of heel klein. Alex, wacht op mij. Wacht op jou. Loop nou door, Jesse. Nee, je loopt veel snel. Hey, ik Jesse, ga eroverheen. Hier staat shrink. Dat betekent dat je groot moet worden. Oké, ik ben super groot. Doei. Oké, ik het ook. Werkt. Wow. Oh. Alex, ik denk niet dat dit de bedoeling was. Ik denk het persoonlijk ook niet echt. Maar wow, je kan hier ook allemaal dingen kopen. Wat is dit? Rocket launcher. Gaan we allebei wat kopen? Het is wel echt heel duur alles wat hier staat, hè? Ja, dat is waar. Maar het is wel leuk. Ja, maar een vliegende wolk, dan kan je dit gewoon... Wacht eens even. Ik heb hier een pistool. Nee, die wou ik kopen! Yes, Alex, nee. Ik ga hem ook kopen. Niet doen. Kijk eens wat ik in mijn hand heb, Jesse. Zie jij diegene hiervoor staan die nu... Zie je wat ik in mijn hand heb? Oké, bam! Laser gun! Hey, Alex! Bam! We hebben er geraakt met onze lasergun. Ik heb trouwens echt nog veel meer andere dingetjes. Oh nee, die moet ik kopen. Maar we hebben gewoon een lasergun. Kijk, er komt weer iemand. Alex, waar ben jij? Ik heb jou gekild. Ik zie jou niet. Alex, ik zie je weer. Laten we de lasers niet op elkaar meer gebruiken. Laten we alleen maar op andere mensen schieten. Zoals Anita hier voor mij. Doei, Anita. Het is een onzichtbaarheidslaser volgens mij. Want ik heb al op Anita geschoten en ik zie haar niet meer. Oké, nou ja, ik zie Anita dus ook niet meer. Jesse, laten we verder gaan met het parcours. We moeten namelijk gaan springen hierover. En ik denk dat we hiervoor echt een... stuk groter nee, moeten niet zijn. Niet zo groot. Wow. Alex, wacht op mij. Ik moet eerst even heel groot worden. Je stond bijna aan mijn hoofd te stampen. Alex, ik moet je wel wat verklappen. Ik ben niet heel erg goed in hobby's. Nee, ik heb het inderdaad door. Okay. Maar we moeten... Oh, ouw, ik heb de laser geraakt. Maar gelukkig heb ik nog een extra leven om er overheen te komen. Laten we een wedstrijd doen. Maar is dat we tenminste andere mensen kunnen plagen vandaag? En oh nee. Alex, okay, kom terug. Ik zou wel een stukje kom groter terug. Worden als ik jou was. Alex, kom terug. Ik wil een wedstrijdje doen. Wie het eerst aan de overkant is. Oké, dat is goed. Oké, 3, 2, go. 2, 1. Go. Ik ben veel kleiner dan de jij bent. Ik ga vergeleken met jou. Nee. Boom, ik ben er. Jij bent eerder. Oké, goed gedaan. Wat kunnen we hier doen? Moeten we hier naar boven We moeten heel groot worden en dan kunnen we springen. Let's go. Een glijbaan. Ik ga jou duwen. Oh nee, dat moet ik betalen. Glijden! Let's go! Oh, huh? Dit was zo cool! Jesse. Hoppa! Nu moeten we weer klein worden. Hier onderdoor lopen. Oh, we kunnen daar gewoon onderdoor lopen als normaal persoon. Let's go! Kijk, en dan moeten we hier nog kleiner worden. En dan kunnen we... Nu moeten we echt heel klein worden. Ja, dan kunnen we er tussendoor. Au! Au! Ik krijg damage. Iets doet pijn. Ik weet alleen niet wat. Een doolhof. Jesse, dit ziet eruit als een doolhof. Ik ga naar rechts. Doei! Oké, ik ga naar links. Ik bedoel, dit is rechts. Links. Oh, verkeerde kant. Alex, ik volg we allebei de andere kant op. Denk je dat ik volg jou? Is dat we allebei de andere kant op lopen? Ik weet het niet. Ik ben er. Ik heb echt niet vals gespeeld door uit te zoomen, hoor. Nee. Wacht eens even. Ik kan gewoon mega worden. Alex. En overheen lopen. Dit is vals spelen. Dit is vals spelen. Ah. Hoezo is ik dit vals spelen? Ik ga vallen. Ik moet zo... Oké, we moeten groter zijn hiervoor. We moeten veel groter zijn. Hoppa. En die laatste jump doe ik gewoon in één keer. Kleiner worden. Maar dit is makkelijk. Dit kan je gewoon in één keer doorlopen. Yes. Zie jij diegene met blauw haar daar zo? Ja, schiet er dan. Boom. Oh nee, ik heb gemist. Ik schiet ook mis. Oh, ik moet er raken. Okay. Is dode. Ah, ik heb er één geraakt. Die grote kan ik wel raken. Oh, ik heb er geraakt. Alex, achter je zit ook iemand. Schieten. Oh, nee. Waar? Oh, raak. Okay. Schieten. Ik schiet. Ik moet uitkijken dat ik jou niet raak. Ze is verdwenen. We hebben bij geen mij last nog meer niet. Van hun. Oh, ik heb jou geraakt. Sorry, Alex. Oh, nee. Oh, je bent nu onzichtbaar bij mij. Oké, ik zie je weer. Ben je er klaar voor? Ik ben er helemaal klaar voor. Wat is dit helemaal voor gek parcours? Dit is makkelijk. Nee, maar ik denk dus als je heel groot bent, dan is dit makkelijker.
Nu moeten we weer heel klein zijn, Alex. Je kan beter klein zijn, je mag het rood niet raken. We kunnen voor best wel veel dingen kan je gewoon een normale grootte zijn, zie je dat? Ja, maar dat is niet leuk. Au, au. Oh nee. Hier moeten we wel heel goed uitkijken dat je je voeten niet verbrandt. Kijk uit. Anders krijg je kippenpootvoeten. Oké, hier moeten we denk ik heel groot voor zijn. Oh nee. Nee. Ik ben gevallen. Je ziet de trap verdwijnen. De trap verdwijnt. Heel snel. Alex, kijk uit. Kijk uit. Oké, ik ga ook. Lopen. Echt heel snel zijn. Hier is blijkbaar iemand van de trap afgevallen. Alex, ik vind het spannend. Ben jij al boven? Jessie, gaat het goed daar? Wacht eens even. Ik kom eraan. Ik ben er. Ik zie bijna de trap voor jou verdwijnen. Oké, wat moeten we hier doen? Oh nee, dit is weer zo'n verdwijnende trap. Dit ziet eruit als hetzelfde. Loop maar achter me aan, Jessie. Rennen. Ik kom eraan. Springen. Ik ben gevallen. Oké, Alex, we moeten dit slim aanpakken. Je gaat niks kopen. Waarom loopt zij de hele tijd voor ons hier? Kan ik haar niet gewoon laten verdwijnen met mijn wagen? Schiet op haar. Schiet op haar. Kun je niet gewoon op mij wachten? Nee, ik ga rennen. Oh, jij gaat ineens missie. Weer rennen. Okay, en ik ga deze missie halen. In mijn eentje. Oh, dit gaat helemaal goed komen. De trap moet er weer bij komen. Ik heb hem. Hoi, Alex. We hebben hier een mega glijbaan. Gaan we tegelijk? Wow, deze is echt mega. En ik hou van glijbanen. Oké, jammer dat ik jou niet kan. Wacht, zou ik jou duwen? Ik ga jou duwen. Oké, blijf staan. Je gaat mij van de glijbaan afduwen? Ja, blijf staan. Het kost me wel Robux, maar ik vind het wel leuk om te proberen. Boom! Ik kan dat! Oh nee, ik ben vanaf gevallen! Sorry! Oh, ik ben weer boven aan de glijbaan door jou, Alex. Jesse. Oh nee, dit gaat niet goed. Ik zie je vallen. Zie je me liggen? Oh, Alex, sta op! Opstaan! Ik probeer opstaan. Op te staan, maar ik heb mijn knie gestoten! Alex! Sorry, dat ging bijna fout. Hey, Jessie, zie jij ook rechtsbovenin staan dat we een gratis spin hebben? Ja. Gaan we erop klikken? Oh, zullen we dat doen? Ik ben er wel benieuwd naar. Ik val naar beneden! Hierin kunnen we dus allemaal items krijgen voor onze skin. Ik heb geklikt. Alleen moeten we eerst Robby verslaan voordat we hem kunnen openen. Nou, ik was helemaal blij, Alex. Het is sowieso rood. Ik was net ook helemaal blij. Oké, Jessie, wat wordt jouw glitchkleur? Het is rood! Let's go! Het is echt rood! Ik zei het toch? Oh, maar wacht. Ik moet even iemand achter me schieten, hoor. Boom! Oké, daar gaan we dan. We moeten hier op de pijl staan. En ik denk dat we hier echt een stuk groter moeten worden. We moeten super groot worden. Weer een stuk kleiner, zou je denken? Nee, joh. Gewoon eroverheen springen. Oh, dat kan niet. Je kan er niet overheen springen. Dat kan dus niet, Jessie. Je moet er doorheen. En dan weer groter. Weer weer kleiner. En dan weer, weer kleiner. Oh, je moet mini zijn voor deze. Oh, je moet echt heel klein zijn. Zodat er niemand langs kan. Oh, je loopt gewoon tussen mijn benen door. Oké, en dan moeten we hier even overheen springen. Dit is makkelijk. Kijk uit, Alex. Je mag niet het rode aanraken. Goed zo. Oké, rennen. Hiervoor kan je gewoon een normale grootte zijn. Wat is dit? Zijn dit weer van die verdwijnende regen? Ik weet het niet. Je moet gewoon lopen. Hier kan je beter heel groot zijn. Dan kan je in één keer doorlopen. Dat is trouwens wel slim. Dit kan misschien ook wel hierover hetzelfde. Ja, je kan er op deze manier gewoon overheen lopen. Dit is veel makkelijker. Oké, nu moeten we weer iets kleiner zijn, Alex. Ik zou hiervoor wel echt inimini. Je glijdt. Ik glijd een beetje weg. Dat viel mij dus ook op. Je gaat blijkbaar super snel. Alex, ontwijk de lasers. Niet de lasers aanraken. Doe mijn best. Oh, ik loop gewoon onder je benen door. Kijk, ik ga weer heel groot zijn. Kan je gewoon weer doorlopen. Oh, je bent echt mega. Maar hier kunnen we het beter wat kleiner voor zijn. Voor deze mond, denk ik. Dit komt helemaal goed. Kijk, ik ben gewoon de normale grootte. Ik ga er perfect overheen. Wacht, ik moet wat kleiner zijn. Ik ben er, Jessie. Ik kom eraan. Ik kom eraan. Ik er niet door kan. Oh, je loopt weer onder mijn benen door. Alex, als je mega bent, dan kan ik makkelijk onder je benen doorlopen. Je had juist kleiner moeten zijn. En hier kunnen we gewoon lekker lopen. Daar heb je misschien ook wel een klein beetje gelijk in. Maar deze obby is zo makkelijk te halen op sommige plekken. Dat je gewoon echt mega kan zijn. Alle sprongen. Springen! Dit is ook makkelijk. Deze is ook heel makkelijk om te halen, Alex. Omdat we super groot zijn. Oh. We zijn mega groot. Oh. Wat moeten we hier? We moeten een kant kiezen. Jij gaat eerst. Okay, jij moet eerst de kant kiezen. Je moet of links of rechts. En één van de twee, daar val je doorheen. Oh, dit heb ik een keer gezien bij Squid Game. Dit is van Squid Game. Oké, wacht. Gaan we tegelijk springen? Oké, 3, 2, 1. Ja, nee! Alex! Oké, en nu de rode. Oh. En dan nog een keer de rode. Nee! En daarna is het weer de groene. Oké, dus het is rood. Groen. Rood. Nu moet jij de gok wagen. Ik denk nu groen. Nee! Het is Jessie, rood. Wacht op mij. Het was hem niet. Ja. Weet je het nog uit je hoofd? Oké, en dan naar deze. En dan gaan we bij haar kijken. Ja. Het is rood. Oké, nu moeten we weer klein zijn. Want we moeten onder de koe door. Weet je nog die keer dat jij heel veel koeienmelk had gedronken? Nu zitten we tussen de koeienmelk en de koeienpoep en de paardenpoep. Jeetje, wat heeft de varkenspoep, gaat verdam. Alex, niet zoveel over poep praten, dat vind ik maar vies. Nou, we moeten hier door de poep naar beneden glijden. Die koe. Oké.
Dat was hoog. Heb je het overleefd? Springen. Kunnen we springen naar beneden? Nee, ik, Alex, ik ben gevallen. Ik ben gevallen. Ik ben gevallen. Hoe ben je nou weer gevallen? Je bent letterlijk mega. Oh, Alex, zie je al wat we moeten doen? We moeten rekenen. Oh, kan jij rekenen? Nee, rekenen. Kan jij dat nog? Dat is echt lang geleden. Ik heb vorige week 1 plus 1 is 11. Hé, ik ben er doorheen. Waarom ben ik er doorheen? Oh, 10 keer 10 is 100. Dat weet ik nog wel. Hoe weet jij dat zo snel? Wat is 0 plus 0? Is dat 1? Want ik heb ook nog de is-tekentjes en een vraagteken. Alex, dat weet je toch wel. 0 plus 0 is 1. Auw! Oké, nee, was grapje. Het zo? Ik wist dat. Dat wist ik wel. Dat wist ik wel. Wat is 0? Het is 0. Oh, het is 0. Oké, dan loop ik achter jou aan. Wat is 50 min 50? Nou, dan hou je geen 50 meer over. Dus dat is 0. Kijk, yes. Zie je nou, yes, zie ik ben een rekenbonder. En 1 keer 1 is 1. 1 makkelijk. Keer 1 is 1. Makkelijk. Oh, Alex, we gaan een mond in van een hele dikke noob. Ik weet niet of ik die mond in wil van deze hele dikke noob. Hij heeft ook een heksenbrandje bij zich. Ik glijf vanzelf. Sowieso stinken daar binnen. Ik glijf vanzelf. Gadverdamme. Zo. Oh, oh, dat viel wel mee. Dat, we moeten hier weer groter worden, Alex. Oeh, en dan moeten we hier weer heel klein worden. Ik ben mega en ik ben mini. En dan gaan we weer groter worden. Oh, wow, en dan moeten we moeten door dit gat springen. Kijk, dit is makkelijk. Kom. En hier weer normaal. Dit ging echt super makkelijk. En hier moeten we er gewoon een paar keer overheen springen. Zodat we niet de lasers aanraken tenminste. En dan hier weer kleiner worden. Ja, ik kom eraan, ik kom eraan. Kijk, zie ik ben zoals eerder hier. Oké, maar Alex, dit is denk ik een van de makkelijkste hobby's die ik ooit heb gedaan. Eigenlijk is het gewoon een beetje vals spelen dat je groter en kleiner kan worden. Oh nee, ik raakte bijna een laser aan. Maar je gaat ook niet gelijk dood als je een laser aanraakt. Nee, dit is een beetje een hobby voor noobs. Maar ja, ik ben ook best wel een noob in Roblox, dus op zich ben ik wel blij mee. Als je die rekensommen van net zag en dat jij die alsnog fout had. Ja, jij, Alex, ik ben gewoon niet zo goed in rekenen, oké? Daar kan ik ook niks aan doen. Nee, ik had het door inderdaad. Jesse, er zijn een paar kleuren die jij je mag niet het rood aanraken, hè? Anders kost het heel veel pijn. Wat is dit? Oké, nu moeten we weer groter worden. Huh? Ik ben mega groot. Alex, je moet uitkijken, want er zitten gaten tussen. Ik zie het. Het is net één grote gaten. Springen! Hier zo. Springen! Alex, voorzichtig doen, hè. Voorzichtig doen. Ik ben zo benieuwd wat er aan het einde van deze hobby zit. Ik denk een hele grote pot met heel veel snoep. Een hele grote pot met snoep? Wat voor snoepjes hoop jij dan op? Van die persiksnoepjes. Die vind ik het lekkerste. Ja, persiksnoepjes zijn het lekkerst. Niet de aardbeidjes. De aardbeidjes zijn echt super lekker. Nee, of van die zuurstokken van de kermis. Nee, zuurstokken vind ik niet lekker, want dan ga ik altijd zo'n lelijk gezicht trekken. Dat vind ik niet een lekker. Een lelijk gezicht trekken, omdat je dat te zuur vindt zeker. Ah, ik val naar beneden. Oh. Oh, Jesse, ik sta bij een lucky block. En wacht eens even, er staat iemand op de lucky block en hij is echt mega. Weet je wat we daarmee doen? Bam, wij moeten ook mega worden. Huh? Ga je hem schieten? Ik ga hem ook schieten. Laten verdwijnen. Ik ga hem ook schieten. Bim! Hey Jesse, kijk eens hoe klein dat pistooltje eruit ziet in je hand als je mega bent. En ik kan nog groter worden. Hij is mini. En hoe ziet hij eruit als je mini bent? Wow! Nu is hij mega groot. Mega pistool! Ah, ik val naar beneden. Au! Au, alles goed hoor. In de bak. Au, ik ben op mijn gezicht gevallen. Ik heb Alex, ik heb mijn neus gebroken. Dat doet pijn. Heb je neus gebroken, Jesse? Ah, een spin! Ah, mega spin! Nog meer spinnen. Dit is echt hoe het eruit ziet onder mijn bed. Behalve de monsters dan. Die zijn er in het echt namelijk ook best wel vaak. Alex, ben jij bang voor spinnen? Nou ja, nee. Ik ben niet bang voor spinnen. Natuurlijk ben ik niet bang voor spinnen. Wie is nou weer bang voor spinnen in de nacht? Ik ook niet. Wie is er nou inderdaad bang voor spinnen? Als je bang wordt voor spinnen, dat is echt heel erg raar. Toch? Ja, als je bang bent voor spinnen, dan ben je gewoon echt super maf en super... Dan ben je gewoon een soort noobspeler, maar dan keer 10, hè? Ja, wij zijn niet bang voor spinnen. Alleen in Minecraft. Behalve als ik diamond armor heb, daar ben ik er niet bang voor. Nee, oké, maar die Minecraft spinnen die zijn ook wel heel eng. Waarom is alles hier ook een regenboog? Oh, Alex, schiet eens op. Mega snel. Jesse, waar ben je? Gewoon stil blijven staan. Het lijkt wel alsof ik de moonwalk doe. Michael Jackson. Alex, waar ben jij? Ik zie jou niet. Ben je al aan de overkant? Ik zie jou. Ik kom eraan. Zie je me niet springen? Ja. Oh, ik ga snel. Ik ben een soort van trein. Hey, Jesse. Ja? Zie jij wat ik zie daarboven? Is dat het einde? Ik denk eerlijk gezegd dat we al bijna bij het einde zijn van de hobby. Okay. We kunnen hier namelijk nog wel eens lopen. Het is hier best wel makkelijk eigenlijk. Wie als eerst is, Alex. Rennen. Oh, ga ik zijn. Waarom ben je sneller? Ik ga groter worden. Dan ben ik het sowieso. Oh nee. Oh nee. De trap verdwijnt. Oh nee, de trap verdwijnt. Ik ga vallen. Ik ben gevallen. Oh, Alex, ik ben gevallen. Ben je gevallen? Ja, ik had groter moeten worden. Ik was super klein, waardoor ik niet zo snel was. Oh, ik ben zo mega geworden. Ik wacht wel heel even met de eindspunt. Ik ben er. Okay, en ik ga doorrennen. Dat betekent dat ik alsnog heb verloren. Oh. En nu kunnen we eindelijk aan het wiel draaien. Wat gaat erin zitten? Ik ga ook draaien. Ik krijg... capuchon? Oh. Ik heb...
Ik weet niet waar ik... Ah, nou, maar... Huh, wat is dit? Ik heb een nieuwe capuchon. Ik heb ook een nieuwe capuchon. En ik vind hem heel lelijk. Dit was de video. Klik even op een van deze andere twee video's. Want die wil je zeker missen. En ze gaan weg in 3, 2, 1...